Yo, wat is Peru? Goedavond, dan gaan we weer verder met Goedavs Survival. Wow! Vandaag zei ik dat ik anderhalve sterk redstone zou hakken. Nou, ik heb hier nu, hoeveel is dit? 110, dus ja, dat is anderhalf sterk. Ik moet eventjes dit opvullen. Dat ik weer teruggelopen, dan kan je zien dat ik heel veel heb gehad. Ik heb nog een armor pickers moeten hakken, want mijne ging echt 2 seconden na kapot. En eigenlijk is het heel toevallig nou ook bijna kapot, maar je kan zien dat ik echt een heel keer heb lopen hakken. Nu ik het zo over nadenk, ziet het er heel erg uit alsof het offscreen is. Ja, is het niet, echt. Ja, ik kan me niet geloven, boeit me eigenlijk vrij weinig. Maar ja, dit, hier is dus de lava stoppen, alle normale dingen stoppen. Daar heb je zo'n heel stuk doorgegraven. Daar komen ook al die andere dingen uit, hier. Als je ziet. En, oh, bijna in de lava geflikkerd. Ik ga hierheen. Ik heb ook meer levels van het hakken van die shit, dus ja. En dan gaan we nog verder, en nog verder, en dan zijn we er nu. En dan gaan we naar boven toe. En als je gewoon kijkt met mijn muis. Mijn muis kan keihard scrollen. En als ik daartoe dan gebruik, krijg ik dit effect, zeg maar. Waarom ook geen regen? Zo wel. Ik hoor die game gewoon niet. Oh, kut, ik flikker. Ik flikker. Dat hoorde ik dan weer wel. Waarschijnlijk zet mijn regen dan uit. Niet heel soepel. Welk item krijg ik nu in mijn hand? Laat achter mijn reacties. En misschien jij. Een iPad. Die ga ik niet weggeven. Voordat mensen het gaan zeggen. Cobblestone, oké, nogmaals. Ik ga proberen, ik gok nu de kip. Nu wordt het de kip. En het is, bijna. Nu wordt het de torches. De torches. En het wordt, het wordt. Cobblestone, dammit. Ik ben er niet echt goed in. Dus ik heb een hele hoop. Kool en steen. En iron. Maar die laat ik even zitten. Wij gaan naar het andere stukje toe. En we gaan een redstone invullen. Want dat was het plan voor deze aflevering. Zo doen we dat ook. Slash. Toggle. Down. Fall. Die game mode was dat ik 10 keer snel naar boven kon. Voordat mensen dat zich gaan afvragen. Was gewoon, kan ik naar boven vliegen? Ben ik zeg maar 2 miljoen keer sneller. Goed, redstone torch. Heb ik die nog? Ja, die heb ik nog. Dan ga ik die als eerste overal neerzetten. Dan kan ik namelijk kijken of ik daarvan nog nodig heb. Dan maak ik niet onnodig van redstone torches. Handig als ik er nog wat van het hout heb. Dat is zeker weten handig. Hout, want ik hou van hout. Zo. Oh kut, het is dirt. Fuck, hoe kan ik dirt in plaats van hout in mijn inventory stoppen? Jeroen, what the fuck. Maakt eigenlijk vrij weinig uit of het dirt of hout is. Maar ja, weet je, YOLO. Dit slaan we even over, komen zo meteen weer terug. Torch. Kan ik beter omwisselen? Bam, torch. Bam, torch. Oh, torch. 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 Oh, daar. Torch. De rest maak ik gewoon met cobblestone. Fuck dat, je ziet hem toch niet, de torch. Dus doe je zo. Zo, niet daar. Zo. Dit werkt volgens mij niet zo goed, maar is dit beter. En daar. En hier. En hier. En hier. En hier. Dit laat even open zoals ik zei. En hier. En hier. En hier. En hier. En zijn we dan precies uitgekomen? Nee. Dat is jammer. Dus heb je hier nog 1, 2 nodig. Even kijken. 3, 4, 5, 6, 7. Wacht. Dus nog kijken hoeveel ik per hoek nodig heb. Dus dat waren dus 1, 2, 3, 4, 5. Dus 5 per hoek. Dus 5.
Dus dat is 10. Weet ik niet wat ik daar ga doen. Is 20, is 25. Ik heb er dus nog zo'n stuk of 30 even maken. Dan zou dat gelijk heel mooi uitkomen. Dan pakken we zo. Dan pakken we zo. En dan pakken we nog 7 erbij. Zo, ja. Perfect. Dan gaan we alle overige redstone toortjes invullen. Dus dat is hier nog één. Daar is een spin. Die gaat hartstikke dood. Goed, die dood die moest even met een goede banaat working. Daar en daar. Toch? Toch? Nee, eentje verder dan iedereen. Daar en daar. Ik moet nog even wat van dat hout hakken. Hey. Enge geluidjes. Of heb ik dat heel toevallig nog ergens binnen in mijn kist hier liggen? Nee, maar wel een ex. Dus jij weet al wat we gaan doen. We gaan even snel een boompje half omhakken. Omdat YOLO, dit is de boom half omhakdienst. Wij doen dat soort dingen. En hier was een boom die al half om was door een explosie. Explosieboom, waar ben je? Ja, ik ga jou laten vliegen. Met magie. Waar is de zombie? Daar is hij. La 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 la, waarom verband je niet in het daglicht? Wat is dat voor magic? Goed, we hebben een skeleton en no creeper. Dus die gaat dood. Hup. Zo, die is neer. We hebben dat in ieder geval wel weer mooi gefixt, yo. Yo. Yo, 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 yo. En hier kwam er eentje onder. Ja, dat was het. Dus 5 per kant. Dit moet ik nog even kijken hoe en wat en waar, wanneer, waarom. Deze is zelfs al gemaakt. Dat had ik nog niet door. Deze is gewoon al helemaal gemaakt qua redstone. Even kijken in de toren hoe ik dat daar ga doen. Want het is ook weer zo'n probleemgeval. Hoe gaat die toren dan gemaakt worden? Dan moet ik dus ook nog even uitzoeken hoe ik die toren ga maken. Dus ik ga eerst gewoon de complete muur doen. En dan laat die toren open. En dan gaat die toren als laatste gebouwd worden. En als die toren af is, dan is de rest ook af. Hartstikke logisch zou ik zeggen. Is het ook. Het is ook hartstikke logisch. Zo. Dan. Nee, niet dan. Nog lang niet dan. We hebben die toren nog helemaal moeten maken. Wat echt het kutste kwijt gaat worden van allemaal, weet ik nu al. Maar hey, als die toren af is, dan hebben we zo van. Oeh, we hebben een toren, jij niet. Ben jij al jaloers? En dan zeggen er waarschijnlijk een paar van ja, en ook een paar van ah, Jeroen, hou je bek. Vooral het laatste gaat vaak voorkomen, heb ik het gevoel. Dus we hebben hier die, we hebben hier die en we hebben onze redstone hebben vast. Oké. Dan vullen wij dit hier in en dan vullen wij dit zo hier in samen met dit. Dus het wordt 20 allemaal. Ja, allemaal 20. Dus we hebben 25 van die dingen. Gaan we nooit meer redden. Oh, wacht, wat? Hier zweeft nog iets. Pak het op. Goed zo. Goed zo. Goeie jongen. Ze hebben alsnog te weinig. Kut, dan heb ik allemaal redstone erin verspild. Kut. Jeroen, wat doe je nou? Fuck. Damn it. Oh, creeper. 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 Kripper, 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 kripper. Oh, wacht, wat? Het werkt niet eens. Oh. Hier staat geen torch. Oh. Redstone torch. Heb ik die serieus nou niet? Heb ik nou serieus daar één vergeten? Oh mijn god. Is dat voor magie?
dat ik een rode steen torch vergeet. Waar zijn ze? Ik zie ze niet meer. Ik had er nog 8. 8, 8, 8, 8 hier. Zo. En dan gaan we de boel hier verlichten door zo ploef. Maar er gaat er maar 1 aan. En dan zou ik dus normaal gezegd hier nog een bij zetten. Maar ja. Kijk, daardoor gaat er al eentje aan. Dan moet hier boven nog wat redstone en dan is het af. Maar dat gelukt dus nu niet, want het is niet. Ik heb geen rode steentjes. Dus dat is dan gelijk een problemotza. Problemotza. Zo. Maar de verlichting, het idee werkt wel. Dus dat is al wel iets waar. Ja, fuck, we moeten gewoon redstone gaan hakken, want anders kunnen we niet verder. Want we kunnen wel die lamp gaan invullen, maar dan kunnen we de redstone niet inplaatsen. Dat is een beetje lullig. We hebben dus gewoon de redstone verneukt. Alles kan hier weg. Dit hou ik. Dit stop ik hierin. Zo. Gaan we eens weer naar terug naar de andere kant. Gaan we weer gaan we gewoon deze aflevering minen. Hey. Gezellig is dat. Ja, op zich is het wel gezellig eigenlijk. Het is wel gezellig, hè. Want waarom loop ik hier naartoe? Ik moet hier naartoe en dan hier nog creepergaten en een graven. Die ik nog steeds moet repareren hier. Dit moet ik echt nog steeds een keer repareren. Ik ga gewoon deze plek abandoned maken, weet je. Ik kan gewoon alles wat ik nodig wil meenemen. Dat hak ik hier weg. Neem ik mee naar een andere plek. En dan wat explosieven erin. Wat fines erin. En dan lijkt het net alsof het allemaal zo'n abandoned huis is. Lijkt me een strak plan. Deze heb ik gehad. Gaan we nu hakken. In. Nee, wacht, niet aan deze kant. Want ik moet deze kant ook nog wat hakken. Weet je, anders is ze ongelijk. We hakken deze. Zo. En dan gaan we hakken. Nu gaan we gewoon zien wat komen wij hier tegen. Is dit iets goeds? Of iets slechts? Of beide? Weet je, misschien komen we hier wel een diamond tegen. Dat zou chill zijn, zeker weten. Ik bedoel. Ik heb al een hele hoop afleveringen niet gezien. Voor mij was het, voor mij het deel heet een prachtig moment. Maar, oh kut, nou is het kapot. Dan moet ik terug naar boven. Vergeet ik weer dat de pickaxe bijna kapot is. We moeten er weer eentje gaan. We gaan nog een tweede gelijkheid maken. Dat lijkt mij, dat lijkt mij strak plan. We maken er gewoon twee tegelijkertijd. Als ik ook zo'n teleporter ding in de mine stop. En gewoon om naar boven te teleporteren, zou dat zo veel chiller zijn. Echt van, ik denk wel 20.000 keer, misschien wel 30.000 keer. Dus ja, vandaar. Hoppakee. Die meloenen moet ik ook nog een keer meenemen. Die groeien waarschijnlijk niet eens. Waarschijnlijk word ik aangevallen, tot waar. Door waar, wauw, gewoon een mooie zin. Nee, waarschijnlijk groeien die pompoenen hier niet, omdat ze op gras moeten groeien, of dirt, terwijl ze nu op hout staan. Dus ik ga even wat snel te hakken. Doe ik zo, bam, 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 bam. Dan heb ik hier 8 van die dingen. Oh, wat, waarom kom ik er nou niet op? Dus ja, zo. Doe zo. Hoeveel zit hier? 1, 2, 3... 4, fuck die laatste. En dan doen we zo. Dan doen we ook nog 4 aan deze kant erbij hakken. En dan hebben we gelijk hier een werkende pompoenenvorm. Of meloenen, of ik voel je die dingen wil noemen. Hoe moet je die dingen hakken? Hé? Kost best wel veel moeite trouwens. Je zit er toch geen meer in, dus dat maakt vrij weinig uit. Goed, gaan we kijken of ze nou wat beter doen. Zou op zich wat chill zijn als die beesten, wat de fuck, Jeroen. Als die dingen het wat chiller zouden doen. Goed, oh ja. Tools. Nee, niet tools. Ik heb er nog een pickaxe, maar die wil ik echt bewaren, want het is gewoon mijn heilige pickaxe. 1, 2, 3. Oh my god, ik heb niet eens mijn hele stack. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik heb hier niet eens mijn stokjes liggen. Daarmee moet ik helemaal naar het andere huis toe.
Ugh. Wacht, wacht, wacht. Stokjes. Die zijn hier. Stokjes. Zo. Zo. Nee. Oh, wow. 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 Bijna het verkeerde gemaakt, hé. Bijna. Maar ik deed het niet, want ik ben geen aapje. Gooi ik hierheen. Hierheen. En zo. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. We moeten die mijn in, niet mijn huis in. En die planten. Kijk, kijk, hier groeit er al eentje. Hier is er alweer een gegroeid. Dus dit werkt gewoon veel beter op deze manier. Wop. En wow. Wow. Plons. Copyright edeldieren. Hè? Hadden we het laatst nog over. Iedereen die ooit in zijn video plons gaat zeggen op het einde. Dan gaat die copyright claims op ze doen. Trouwens, ik weet niet zeker of het einde was. Of gewoon in het algemeen in zijn video's plons zegt. Dan gaat die copyright claim op laten doen. Vond ik op zich wel een grappig idee, weet je. Vooral omdat het echt zat video's zijn waar, het op, waar die plons zeggen voordat hij kwam. Maar dat maakt niet uit. Maakt helemaal niks uit. Zo, zo. Ja, kijk, dit is gewoon perfect. Ja. Ja. Zo, wat is dit? Wat is dit voor magie? Dit is een andere gang. Magie. Oh my god. Oh my god. Deze is trouwens eigenlijk niet echt heel handig geplaatst. Want er zit eentje tussen deze en deze. Maar hier zitten er twee tussen. Kijk. Dat is veel handiger. Want dan hoef je minder te minen. En dan kom je nog steeds hetzelfde tegen. Maar weet je, dat is eventjes de zaden, weet je. Maakt niet uit. Ik YOLO. Rolo, YOLO, you know, you only live once. Die daar. En hakken. Hakken die steentjes. Weg ermee. Hop, 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 poef. Paf, pam, poets, pa, pam, plam, pom, pom, pauw, pauw. Er zit geen monster achter me. Nee, zit er niet. Chill. Dus ja, hoe is het met jullie vandaag? Oké, okay, chill, goed. Met mij gaat het goed. Dankjewel voor het vragen. slaat helemaal nergens op, maar dat maakt niet uit. Weet je, mijn video's slaan nooit nergens op. Totdat ik op mijn bro sla, dan zeg ik, het slaat op mijn bro. En dan zeg ik allemaal, ah, oh, Jeroen, kutgrap. Heb je al zo vaak gemaakt. We zijn er bijna. We zijn er bijna bij het einde van dit stukje hakken. En we hebben eigenlijk helemaal niks nuttigs gevonden. We hebben dit water hier. Wacht. Dichtmaken. Torch plakken. Huh. Rooi steentjes. Rooi steentjes. Hetgeen waarvoor wij hier zijn. En de eigen is ook natuurlijk altijd nog welkom. Waarom gaat dit niet? Zal wel. Rooi steentjes. Fuck yeah. Fuck yeah. Ik heb altijd superveel redstone als je iets hakt. Dus dat is wel heel chill. We hebben nou, kijk, we hebben 24 en 1 blokjes. Daaronder zat nog iron en ik heb hem gezien. Relax. Hier zit cobblestone in. Dus hier is lava overheen gestroomd. Ja. Kom op. Kruip erin, Jeroen. Oké, okay, dan niet. Damn, hier zit nog best wel veel. Hier ook. Zo. Wat hebben we hier nog? Een paar creepers. Creeper. Bam. 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 Oh yeah. Oh yeah. Dikke zombie apocalypse. Creeper explosie. Zombie apocalypse onder de grond. Hoe is dit mogelijk? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oh yeah. Killed them all, that bitch. Iron. Damn, ik hou van deze grote stelsels. Vind ik leuk om te onderzoeken. Het gaat nog door. Damn. Damn. Ik zag redstone. Ik zag redstone. Die wil ik dan ook wel hebben, die rode steentjes. Want daarvoor ben ik hier, voor de rode steentjes. En voor de blauwe steentjes. Oh. Skeleton, kut. Kut, sorry. Ik sla hem in de lava. Ik sla hem in de lava. Dood is hij.
Dat zeg maar doden dat hij niet meer leeft. Oh wacht, hè? Hier zit een spoor langs. Verkeerde tool. Oké, eindelijk, goede tool. Hier zit een spoor langs. Dus hier zit een trein. Nee, dat niet zo'n spoor, een ander spoor. Ga weg, ga weg. Ik hoorde hem al. Nee, maar zo'n spoor van dat ik heb gemined, of niet? Dit is een Jeroen mind spoor. Gegarandeerd. Fucking awesome dat ik die hier vind. Een mijnspoor. Zo, voor de veiligheid. Doel. Het moet wel. Ah, heilig zijn. Oh shit. Hey, en een potato. Nice. En een explosie. Nog nicer. Damn, het is hier groot. Er zit zelfs een kip hier. Hoe de fuck ben je hier gekomen? Nog meer rooisteentjes. Zo. Zo. Alright, alright. We hebben een kip-ei. Dit is onze ondergrondse kip-festijn. Waarschijnlijk komt er niks uit, maar alsnog was het een leuke poging. Hier zit goud. Heb ik ook al lang niet meer gezien. Of niet al niet meer gezien. Lang niet meer gevonden. Hier zit nog meer kippen. Waarom zit hier zoveel kippen onder de grond? Wat? Nou zit er nog eentje bij. Nice. Daar heb ik vrij weinig aan gehad. Oh! Kut, ik moet. Damn it. Kijk verkeerd. Oh man, ik kijk op mijn mobiel. Tot ik midden in een gevecht zit en dan ga ik dood. Dit is dus de tip van de dag. Kijk nooit op je mobiel als je midden in een gevecht op leven en dood zit, hè? Ik bedoel, daar heb je het al. Dan krijg je dit soort dingen. Dit soort voorgevalletjes. Dit soort akkefietjes. Weet je, dat is nooit chill. Dan moet ik dus mijn stuff weer gaan zoeken. Maar ik heb geen idee waar de fuck dat ligt, hé. Hey. Wow, dit laat echt super snel. Of in ieder geval, het lijkt dat het super snel gaat. Maar ik ga. Hier zit ook nog gewoon rode steentjes. Wacht, wacht. Dus als het goed is, ergens één gang die langs de lava komt. Maar welke fucking gang dat dan moet zijn? Geen idee. Ja, deze komt er langs. Nee. Andere lavagang is dit. Want dat is echt heel dichtbij. Dus welke gang het is, moet ik even gaan uitzoeken. Snel. Video settings. Hoppakee, extreme. Done. Done. Back to game. Heb ik nog steeds niks aan? Damn it. What the fuck doen al die kippen hier? Waarom krijg ik die kip eigenlijk niet als ik overheen loop? Wat? Ja, hier is het. Nice. Nice. Hier is mijn gangetje opzij. Nice. Welke kant was het dan? Op deze kant gok ik. Gok dat ik hier aan ben gegaan. Twee kippen eieren. Dit ziet eruit als iets waar ik ben geweest. Op. Ja! 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 Mijn stuff. Mijn oh zo waardevolle stuff. Ja. En het lag met de stuff krijgen. Dus ik doe even options, video settings terug naar dit. Naar 19 chunks. Want dat is wel goed, zat. Ik heb geen helm. Waar is mijn helm? Spel, is mijn helm verbrand? Godsamme. Hier ligt ook niks, hè? Nou ja, ik heb in ieder geval de redstone nog. Als dat verbrand zou zijn, zou ik echt helemaal voor niks zijn geweest. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Diamond! 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 Oh my gosh, I got two more diamond. Het ging in één keer een lichtje branden.
In ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later mensen.